van Schijndel, wij lopen eigenlijk vanaf Den Dunge tot hier Schijndel, tot Bokstel. En hier de Vlagheide lopen we helemaal. Welke soorten vogels vind je zeg maar, in het gebied tussen Sint-Oedenrode en Schijndel? Alle soorten weidevogels. De weidevogels die er zijn, de grutto, de wulp, de schoolekster, de kievit, niet te vergeten. Wij moeten als de boer op een akker gaat werken, proberen wij de nesten op te sporen, zetten er een stokje omheen, zodat de boer om het nest heen kan werken. Bij de weilanden, wij hebben hier, deze kant hebben wij drie kopjes wulpen zitten. En aan de overkant hebben we acht koppeltjes grutto zitten. Eierbeschermen is één, maar daarna is er nog meer te doen. De eierbescherming dat loopt nou echt heel goed. Hè. De boeren werken allemaal heel goed mee. Maar dan komen we weer met het volgende probleem, de kuikenoverleving. Daar gaan we dus nou wat meer in investeren. Daar zijn we de afgelopen 2-3 jaar zijn we daar al mee bezig. Dus proberen we dus bij de boeren akkerranden zo aan te leggen. In ieder geval dat het dan al een bepaalde hoogte heeft. Als dus de jongen uitkomen, dan kunnen ze in die percelen kunnen ze dus schuilen. En ze kunnen de kostje bij elkaar zoeken. Dus dan hebben ze veel meer overlevingskansen. Als dat ze eerst in zo'n klein smal strootje. Hè, want de roofdieren weten het ook allemaal. Komen de vogels ieder jaar weer terug? Vooral van de wulp is bekend als je een succesvol brutsel heeft gehad. Dat hij het jaar erop nagenoeg op dezelfde plek als het toelaat, als de natuur toelaat, weer gaat broeden. Gaat het de laatste tijd wat beter bij de weidevogels? De kievit wordt steeds minder. De grutto en de wulp wordt gelukkig ietsje meer. Tenminste in ons gebied. Wordt vooral de grutto en de wulp zeg ik ook ja. Door het beschermen en door het perceel laat maaien. Doordat de boeren het perceel laat maaien, hebben ze toch iets meer op.